President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren namens de regering van Suriname de gepleegde vernielingen in meest ernstige bewoordingen afgekeurd. De regering zal onder geen beding tolereren dat de rechtsstaat en democratische instituten in ons geliefd Suriname aangetast worden door handelingen van individuen dan wel in georganiseerd verband. Er is geconstateerd dat gebouwen en ruimten van het Huis van Democratie met geweld zijn binnengedrongen, waarbij vernielingen zijn aangericht. Tegen personen die deze aanvallen hebben geïnstrueerd en uitgevoerd, zal krachtig worden opgetreden, zegt het staatshoofd. Dat is namelijk dat wij noodgedwongen zijn om onze economie te hervormen, om een herstelprogramma uit te voeren, om economische hervormingen door te voeren, om onze economie weer gezond te maken en onze economie weer te doen stabiliseren. En daarvoor zijn er tal van maatregelen die uitgevoerd worden. Maatregelen die ook in samenwerking met het IMF en ook andere internationale instituten uitgevoerd worden. Wij als regering zijn geïnformeerd geworden dat de maatregelen soms heel pijnlijk overkomen naar de samenleving toe, bijdragen aan ook de afname van de koopkracht en ook zorgen voor een stukje armoede. Daarom zijn we afgelopen periode in overleg gegaan met verschillende organisaties, met sociaal-maatschappelijke organisaties. De regering heeft een speciale taskforce ingesteld die tot taak heeft zo spoedig mogelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor deze acties op te sporen, in te rekenen en aan de justitiële autoriteiten over te dragen. Ook vernielingen en pogingen tot brandstichting bij winkels en andere gebouwen zijn onaanvaardbaar. Wat we vandaag gezien hebben, dat er handelingen gepleegd zijn die een ernstige gevaar vormen voor de rechtsstaat Suriname. Wat we vandaag meegemaakt hebben, volk van Suriname, is dat het een ernstige inbreuk is op de rechtsorde van Suriname. Maar ook een ernstige inbreuk naar de democratische orde. En dat het Huis van Democratie, het parlement, op deze wijze bejegend met bekogeling, met vernieling, met het brengen van schade en letsels aan goederen en personen. Dat is niet acceptabel. Dat is voor deze regering niet acceptabel. En we gaan het ook niet accepteren. Aan de andere kant zien we namelijk dat de acties zich voortgezet hebben naar andere delen van de samenleving. Met de plunderingen van winkelzaken, van bedrijven, van instellingen. Maar ook door letsel toe te brengen aan burgers. De regering zal de gemeenschap continu op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Rust en orde worden gegarandeerd. Overtreders zullen onmiddellijk en ferm worden aangepakt. De regering heeft speciale maatregelen getroffen om de veiligheid van burgers te waarborgen.